U luistert naar het programma Metamorfose bij de Concertzender. De komende anderhalf uur liederen van de Chinese Communistische Partij. Om de 80ste verjaardag van deze Chinese Communistische Partij afgelopen zomer extra luister bij te zetten, bracht de Chinese staatsomroep een box uit met 5 cd's. Hierop staan de meest bekende liederen over de Chinese Communistische Revolutie. Vandaag hoort u een metamorfose naar aanleiding van de muziek- en politiek themamaand bij de Concertzender, een selectie uit deze compilatie van heroïsche liederen uit de geschiedenis van de Chinese Communistische Partij.
hoorde de Internationale in een opname die te vinden is op de jubileum-cd-box die de Chinese staatsomroep dit jaar uitbracht. In juli 1921 werd in Shanghai de Chinese Communistische Partij opgericht. Een van de aanwezige gedelegeerden bij de oprichting was een bibliothecaris uit Peking, Mao Zedong. En hij zou de partij binnen enkele jaren leiden naar belangrijke politieke en militaire successen. En uiteindelijk in 1949 als partijleider de Volksrepubliek China uitroepen. U hoorde Mao Zedong bij het uitroepen van de Chinese Volksrepubliek in 1949. Mao zou als staatsman tot aan zijn dood in 1976 de dienst uitmaken als de grote roerganger van China. Op de jubileumcompilatie van liederen van de Chinese Communistische Partij is Mao de grote volksheld die China de weg heeft gewezen naar de communistische heilstaat. De muziek verhaalt onafgebroken van de heroïsche daden van de Communistische Partij en wordt met veel bombast en retorisch geweld op de luisteraar afgevuurd. Luistert u naar een aantal liederen die gaan over de eerste jaren van de partij na de oprichting in 1921. U hoort achtereenvolgens de liederen Arbeiders, Boeren, Soldaten, Verenigt U, Lied van de Vrouwen van het Rode Leger, Drie hoofdregels van discipline en 8 aandachtspunten en tot slot het lied Zwaai het Rode Leger 10 keer uit. Thank you.
包裹棒棒。
U luistert naar het programma Metamorfose bij de Concertzender. In dit programma opname die de Chinese staatsomroep heeft uitgebracht naar aanleiding van het 80-jarig bestaan dit jaar van de Chinese Communistische Partij. De meest belangrijke gebeurtenis in de Chinese Communistische Revolutie is de beroemde Lange Mars. Nadat in de jaren 20 bij de nationale eenwording van China de communisten nog hadden samengewerkt met de nationalisten, ontstond er in de jaren 30 een grote machtsstrijd. De communistische Rode Garde van Mao Zedong sloeg in de winter van 1934-35 massaal op de vlucht voor de troepen van de nationalistische staatsleider Chiang Kai-shek. Mao begon met een 130.000 man sterk leger aan een ontsnappingstocht van 6.000 kilometer, dwars door China. Na vele ontberingen van gevechten, ziekte en honger wist Mao met slechts 10.000 rode gardisten een veilig heenkomen te bereiken in de stad Yan'an in Noordwest-China. Een aantal liederen nu die gaan over de ontberingen en de standvastigheid van het Rode Leger tijdens de Lange Mars. Achtereenvolgens horen we de liederen Breek de Ling-blokkade, De vergadering in Sunyi levert een briljant resultaat op, Het Rode Leger forceert de doorbraak op de Dadu-rivier, Het Rode Leger trekt over de besneeuwde toppen en door de moeraslanden en tot slot het lied Mobiliseer alle eenheden. 突破封锁线，路迢迢，秋风凉，敌重重，军情忙，红军夜渡于渡河，跨过武岭，抢湘江，三十昼夜飞行军突破四道封锁墙，不怕流血，不怕苦，前仆后继杀虎狼。 全军想念毛主席，迷雾途中盼太阳。 马列路线至杭城，雄狮刀马到大捷，弓弩。
阁，水湍急，山峭耸，雄关险，豺狼凶。健儿巧渡金沙江，兄弟民族家道营。安顺唱边孤舟勇，采波踏浪歼敌兵。昼夜兼程240，猛打穷追夺泸定。铁索桥上显威风，勇士万代留英名。草地，雪皑皑，野茫茫，高原寒，吹断粮。红军都是钢铁汉，千锤百炼不怕难。雪山低头迎远客，草毯泥毡扎营盘。风雨侵衣骨更硬，野菜充饥志越坚。官兵一致同甘苦，革命理想高于天。
Thank you.
U hoorde een aantal liederen die gingen over de ontberingen en de standvastigheid van het Rode Leger tijdens de lange mars door China. Liederen verzameld op de 5-cd-box die de Chinese staatsomroep dit jaar uitbracht naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van de Chinese Communistische Partij. Na de ontberingen van de lange winterse mars in 34-35 bereikte partijleider Mao Zedong met zijn zwaar uitgedunde Rode Leger de stad Jiannan in Noordwest-China. Vanuit Jiannan zou de Rode Garde van Mao de komende jaren heel China terugveroveren en de communistische revolutie veiligstellen. Over deze periode van de herovering van China vanuit Jiannan nu de volgende liederen. Mars van de Vrijwilligers, Mars van het Breedzwaardkorps, Lied van het 8e Routeleger, Lied van het Nieuwe 4e Leger, Het Lied van de Guerrilla's, Lied over het militair en politiek verzet tegen Japan en het lied Verdedig de Gele Rivier en tot slot De Hemel boven de bevrijde gebieden.
U luistert naar het programma Metamorfose bij de Concertzender. Vandaag in het kader van de themamaand Muziek en Politiek Opname, die de Chinese staatsomroep dit jaar uitbracht naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van de Chinese Communistische Partij. We gaan luisteren naar de laatste serie heroïsche liederen uit de geschiedenis van de partij. Liederen waarin de idealen van het communisme en de Chinese heilstaat worden bewierookt. Te horen zijn achtereenvolgens: wij bezingen ons moederland. Wij arbeiders bezitten alle kracht. Wij marcheren op de hoofdweg. De communistische partij is onze dierbare moeder.
marcherend in een nieuw tijdperk. En tot slot, wij zijn de erfgenamen van het communisme. Hey!
Bye.
In deze aflevering van Metamorfose, die in het teken stond van het thema muziek en politiek, hoorde u heroïsche liederen uit de geschiedenis van de Chinese Communistische Partij. Het zijn opnamen die dit jaar door de Chinese staatsomroep werden uitgebracht naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van de Chinese Communistische Partij. En dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij. We hebben nog wat tijd over, dus u krijgt nog een lied van ons. Een verhaal over de lente. Cool.